Welkom aan De Gul, de vierde gul in Valkenburg. Deze plek ken je misschien wel als die plek waar vorig jaar die wateroverlast was. Maar vandaag ben ik in Valkenburg voor iets heel anders. Het is een mooie dag, een bijna strak blauwe lucht en de zon schijnt. Ik ben hier omdat de burgemeester van Valkenburg heeft gezegd... winkels, horeca, jullie mogen open vandaag. Ik ga geen boetes uitdelen, dat gaat de handhaving niet doen. Ik doe mee aan, ik geef toestemming aan een demonstratie die jullie vandaag hier willen voeren tegen de coronamaatregelen. Want zoals het er nu naar uitziet, als we een beetje kijken naar de uitgelekte maatregelen, dan mogen niet-essentiële winkels wel open vanaf morgen. Maar de horeca, ja, die moet waarschijnlijk dicht blijven. En laat Valkenburg nou uitgerekend zo'n plaatsje zijn dat er eigenlijk leeft op horeca. En we gaan zo meteen richting de terrassen. Mensen zitten massaal al buiten. En we gaan vragen ja, wat zij ervan vinden dat ze weer op het terras kunnen zitten met een bakje koffie. En met een stukje fly. En jullie kunnen hier op Facebook, maar ook op YouTube van de NOS vragen stellen. Daarom heb ik ook mijn mobiel hier bij de hand. Als jullie je vragen stellen, dan wordt dat allemaal gemodereerd door de redactie. En die stuurt dan de vragen via WhatsApp door naar mijn telefoon. En dan kan ik ook jullie vragen hier stellen aan de mensen die hier lekker in Valkenburg lopen te genieten op het terras. Nou, laten we gelijk hier al beginnen bij het eerste terras waar we tegenaan lopen. Mag ik jullie wat vragen? Jullie niet? Dan mevrouw. Mevrouw, u bent al aan het afrekenen, zie ik. U wilt ook niks zeggen? Jullie zitten lekker aan een biertje al? Jazeker. Hoe is dat? Heerlijk. Echt genieten. Ontwendt het snel? Zeg, ja. Of went het snel, bedoel ik? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En heb je niet zoiets van, nou, we zitten toch wel dicht op elkaar. Die anderhalve meter lijkt een beetje verdwenen. Nee, ik ben er helemaal klaar mee. Helemaal klaar mee. Nu is dit waarschijnlijk een uitzondering. Morgen gaan er dan wel in 15 andere plekken in Limburg is er ook zo'n actie. En dan gaan horeca en cultuurinstellingen ook open. Denken jullie dan, we gaan daarheen morgen? Ja, sowieso morgen meteen naar Maastricht toe. Om daar op het terras te zitten. En dan ook zo vroeg al aan het bier? Nee, dat niet. Dat niet. Gewoon rustig beginnen, een kopje koffie, stuk fly. Ja. Nou ja, als je dus hier ook kijkt om je heen. Het lijkt wel haast alsof corona niet bestaat. Kijk, die basismaatregelen die blijven wel gelden. Hè? De QR-codes worden gescand. Je moet die anderhalve meter afstand houden. Mondkapjes moeten op. Maar ik loop hier nu al een tijdje rond. Ik ben hier al sinds eind van de ochtend, begin van de middag. En toch merk je dat dat niet overal heel erg goed gaat. Ik sprak ook de burgemeester, burgemeester Prevot van Valkenburg. En ik vroeg ook aan hem, ja, wat gaat u doen hè, als u ziet gebeuren dat die basismaatregelen toch niet worden nageleefd? En ik moet zeggen, hij was niet heel, heel streng daarin. Hij zei, ik ga ervan uit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en dat het allemaal wel goed komt en mensen zijn geboosterd en zo. Dus hij gaat ervan uit dat het allemaal netjes verloopt. Al merk je dus stiekem dat dat niet helemaal hier gebeurt. Jullie zijn de menukaart aan het doornemen en er zit er wat lekkers bij. Echt niet? Dan ga ik naar jullie toe. Zitten jullie er lekker bij? Ja, heerlijk. Heerlijk, jongen, heerlijk. Zitten jullie al hier sinds het begin van de actie? Ja, 7 uur 's ochtends. Nee, vanaf 10 uur kon het pas, toch? Ja. Oh, was dat? Ja. En tot 4 uur kan het zometeen? Zijn jullie van plan hier de hele tijd te blijven zitten? Ja, dan gaan hier de deuren dicht en dan gaan we binnen nog even door. Mensen achter je zijn het er helemaal mee eens, maar ja, dat is niet de bedoeling, hè? Nee, wij gaan netjes naar huis. Ja. En denk je dat dat een beetje netjes gaat verlopen? We gaan met z'n vieren netjes naar huis. Maar, en denk je dat iedereen zich eraan houdt? Dat als om 4 uur alles dicht moet, dat iedereen ook gaat? Ik hoop het. Het is natuurlijk een actie, zodat de horeca weer open kan. Dus ik hoop dat iedereen zich eraan houdt. Ja, want anders is het natuurlijk een beetje een naar eind van een demonstratie. Anders is het jammer voor de horeca natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ik kijk even ondertussen naar jullie reacties. Of jullie al vragen hebben op YouTube en op Facebook. Iemand vraagt, geldt er een QR-code? Ja, die geldt er dus. Die QR-code geldt, maar ook de anderhalve meter afstand en de mondkapjes. Die moeten hier allemaal nog gewoon nageleefd worden. Even kijken, vraag van Wendy Verhul via Facebook. Zij vraagt zich af, maken jullie niet meer een punt als jullie morgen ook alles opengooien? Nou, dat is tot nu toe hier nog niet het geval. Valkenburg is dus vandaag open en morgen zijn het 15 andere gemeenten. Je hoorde net al iemand zeggen, we gaan gewoon naar Maastricht toe. En dan heb ik dus over Limburgse gemeenten die morgen horeca en cultuurinstellingen open gaan gooien. Hakan die vraagt op Facebook, hoe druk is het daar eigenlijk? Nou,
Ik moet zeggen, ik was hier 3 weken geleden, of nou, was het 3 weken geleden, in ieder geval een paar weken geleden, tijdens de kerstmarkt in Valkenburg. En toen was het heel druk hier, toen leek het wel alsof heel Nederland daar toen was. En dat gevoel heb ik nu niet. Ik was rond 12 uur bij een lunchroom hier om de hoek, op een pleintje. En ze hebben daar plek voor 160 mensen en daar zaten op dat moment toen 60 mensen. Dus stampvol is het niet, maar druk in coronatijd. Ja, dat zeker. Dit zijn we haast eigenlijk niet meer gewend. Tenminste, ik niet. Loop nog even een stukje door. Er zitten wat dames daar te lachen. Hopelijk willen ze ook op de livestream. Hoi, jij zag het al aankomen dat ik naar je toe ging, hè? Ja, ik zag het al aankomen. Maar, hoe is dit? Ja, normaal. Normaal? Ja, ik vind het wel normaal. En gezien het oplopende aantal besmettingen, is het dan nog steeds normaal? Ja, de besmettingen lopen op en horeca was dicht te staan. Ik zie niet aan, denk ik. Dus jij zegt, ja, ik zie niet zozeer het probleem van de horeca. Nee, vooral hier in Valkenburg hebben ze toch veel overleefd. Dus ik gun het ze ook allemaal. Ik vind het zelf ook fijn om weer hier te zijn. Kan het wel nodig. Ja. Dus denk iedereen wel. En nu zometeen gaat om 4 uur alles weer dicht. Ja, wat dan? Ja, dan gaan we naar huis. En denk je dan niet, we gaan morgen naar die 15 andere gemeenten toe in Limburg? Die zo'n actie houden. Misschien wel, dat je kijkt wat de dag brengt. Ja. Jij bent ondertussen volgens mij een foto van je vriendin aan het maken snel online aan het zetten of Instagram of zo. Ja. Nee, gewoon aan het sturen. Hey, hoe verantwoord vind jij dit? Ik verantwoord. Mag ik ook gewoon geen mening geven? Ja. Maar geen mening dus? Ja, geen mening. En hebben jullie het gevoel dat de maatregelen, de basismaatregelen, een beetje goed worden nageleefd? De 1,5 meter afstand, de mondkapjes? Ja, je moet ook QR-code laten zien en alles. Dus, En werd ook naar je ID gevraagd? Ja. Oké, dus dat gebeurt wel. Ja. Voelen jullie je veilig? Ja. Ja. Okay. Nou, dat is het belangrijkste lijkt me. Dan hopen dat het niet alleen een veilig gevoel blijft, maar dat het ook echt veilig is en dat... Nou, zometeen niet blijkt dat hier allemaal besmettingen waren. Ik kijk nog even in mijn app of jullie nog meer vragen hebben. Nogmaals even een reminder. Je vragen insturen, dat kan natuurlijk via de comment section hieronder. Zowel op Facebook als op YouTube, waar we op dit moment live zijn. Vanuit Valkenburg aan de Gul dus. Sommige mensen laten weten in de comments, dit is toch geen respect voor de zorg. En dan komen we eigenlijk een beetje terug op wat ik net zei, hè? Die oplopende besmettingscijfers. Is het zo dat de ziekenhuizen straks weer vollopen en dan misschien niet per se de IC's, maar de verpleegafdelingen? Gaat het hiertoe leiden? Ik ben benieuwd wat deze mensen hier daarvan vinden. Hallo, mag ik u heel kort wat vragen met de hondjes op schoot? Ja. U wel, hè, mevrouw? U zit er gezellig bij. En warm ook volgens mij met uw jas. We zijn live op Facebook en YouTube van de NOS en sommige mensen zeggen dit is geen respect voor de zorg. Wat vindt u daarvan als mensen dat zeggen? Dat? Ja. Dat ze hier... Dat u hier met z'n allen zit. Weet je wat ik vind van de zorg? Ze moesten wat meer ziekenhuizen bouwen en wat meer personeel aanschaffen. En die wat beter betalen. Dan was er dit niet. Dus u zegt het is niet ons probleem? Nee. En toch, hè, we leven nu... In China deden ze meteen een groot ziekenhuis maken. En meteen personeel aanschaffen. Nee, hier zitten ze alleen maar met de zorg is vol. Nee, de mensen zijn psychisch helemaal door en draaien. En toch weten we, de realiteit is, een ziekenhuis heb je niet zomaar even snel uit de grond gestampt met allemaal personeel erin. Nou, in China wel. Maar goed, we zitten nu in Nederland, allemaal, het gebeurt maar niet. Maar ze moeten het wel, ze moeten het doen en ze doen het niet. En ze hebben genoeg ziekenhuizen... stopgezet of dingen gesloten. U zegt eigenlijk stop meer geld in de zorg en laat ons leven leiden. Zeker. En doe die mensen wat meer betalen. En denkt u niet van, nou, we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid, zolang die situatie er nu nog niet is om bijvoorbeeld thuis te blijven? Nee, want ik ben gefascineerd. Ik heb gisteren de booster gehad. Waarom? Dan moeten ze de mensen pakken die niet laten vaccineren. U zegt het kan veilig, dus gooi de horeca weer open. Zeker. Ja. En wordt ook allemaal goed gecontroleerd op de booster, op de vaccins en zo, op de QR-checks? Ja, inderdaad. Dus u zegt het kan probleemloos allemaal? Het kan allemaal probleemloos. Okay. Nou, dan wens ik u... Die moeten daarboven eens wat meer nadenken. Die denken alleen maar aan hun eigen hockey. Denkt u dat deze... Aan hun eigen geld. En zijn ze nou weer met een nieuw kabinet bezig? Nee, ze moeten aan de mensen denken. Nou, heeft het, als u over hierboven praat, heeft het over Den Haag? Over Den Haag. Ja, denkt u dat deze actie nog helpt om ze daar in Den Haag aan het denken te zetten? Van, misschien moeten we die horeca toch opengooien of nog morgen? Ja, zeker. Dat hoop ik. Ja, ik
economie gaat kapot. De economie gaat kapot op die manier. Wat zou u willen zeggen als premier Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid Kuipers nu kijken? Wat ik zou willen zeggen, dat is niet voor. Dat kan ik beter niet zeggen. Allemaal rekken komen dan naar de maan schieten. Want het deugt allemaal niet. Die denken alleen maar aan hun eigen hokje. Maar niet aan Nederland en de economie. En niet al te boos maken, mevrouw. Gaat het lekker genieten van uw biertje. Ik snap het, ik snap het. Hoe ik erover denk. Geniet nog van uw biertje en uw peukie. Hier op het terras. Hoi jongens. Jullie zitten lekker aan een biertje. Is het nu nog niet een beetje vroeg? Een beetje vroeg om een biertje te doen op het terras. Ja, het kan. We waren toevallig vandaag hier in Valkenburg. Ik moest er zijn voor werk. Want jullie komen hier niet vandaan. Ik hoor geen zachte G. Nee, ik kom uit Haarlem. Dus we zijn hier toevallig. Ik wist niet dat alles open was. Nee, we hadden geen idee. Is dit echt toevallig? Of dachten jullie, dit, jullie zijn de kroeg open? Echt toevallig. Nee, ik moest bij het casino zijn hier. Daar werk ik voor. En we kwamen hier. Dus dachten, hé, hey, daar is een restaurantje open. Die hebben wel lef. Toen zagen we steeds meer. Dus het schijnt dus dat we vandaag aan het demonstreren zijn. Dus weet je, als de terrassen toch open zijn, we zijn er klaar met werken, dan kunnen we van wat eten en wat drinken. Ja. En wat vinden jullie van deze actie? Vinden jullie hem verantwoord? Verantwoord? Ik heb het antwoord niet natuurlijk daarop. Maar je ziet tot nu toe dat de besmettingscijfers die zijn wel hoog, maar de ziekenhuiscijfers die zijn tot nu toe nog steeds laag. Dat is natuurlijk ook altijd wel een later stadium ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik kan niet de toekomst voorspellen of zo, maar of dit verantwoord is, ik denk het wel, maar ja, wat weet ik. Over het algemeen wordt nu gezegd dat de besmettingscijfers bij Omicron, de Omicron variant, natuurlijk wel lager, de ziekenhuisopnames wel lager zijn dan bij de vorige varianten. Dus ik denk dat het een stuk verantwoorder is nu en ze gooien nu steeds meer open. Misschien moet het juist in stapjes gebeuren. Dus nu eerst de versoepelingen die er hoogstwaarschijnlijk vanavond aankomen, morgen aankomen. En dan kijken, gaat dat goed? Een week, twee weken, doe je dat? Doe je de volgende stap? Ga je kijken, gooi je net iets meer open, iets langer? Gaat dat goed? Gewoon een stappenplan. Maar toch zeggen bijvoorbeeld de horecaondernemers, ja, zo'n stappenplan gebaseerd op een aantal weken, daar hebben wij niks aan. Want wij maken vaak al plannen, niet op basis van een aantal weken, maar maanden van tevoren bijvoorbeeld. Ja, dat is ook lastig natuurlijk. Ja, maar ik denk dat het altijd beter is dan helemaal geen uitzicht. Want nu hebben ze nul uitzicht van dan zou het open kunnen gaan. En als je een soort van stappenplan geeft, dan zou je kunnen zeggen van nou, over 6 weken of 4 of wat het dan ook mag zijn, zou het wel open kunnen gaan. En is dat nog betrouwbaar, een stappenplan? Vraag ik me even als advocaat van de duivel in een tijd van corona dat heel onzeker, dat onvoorspelbaar is. Dat weet je natuurlijk ook niet. Maar als je zegt, als de overheid zegt van het moet onder dit aantal besmettingen of dit onder dit aantal ziekenhuisopnames blijven, dan denk ik dat verantwoord is. Hey, en zo meteen weer terug naar Haarlem dus. Jullie gaan het wel missen, denk ik, of niet? Ja, nou ja, het is mooi zo dat alles open is. Het is gezellig. Het is jammer dat alles nog niet open kan, maar ja, het is waar we nu in zitten. En dus, even de vrienden jaloers maken dat je op het terras hebt gezeten. Ja, dat hebben we zeker gedaan. Ja. Snap ik. Hey, succes nog met jullie volgende bestelling. Dankjewel. Nogmaals een reminder, wil je een vraag stellen aan mensen hier die lekker op het terras zitten in Valkenburg? Je kan je vraag droppen in de comments op Facebook en op YouTube. Ik zie alleen dat er niet heel veel vragen meer binnenkomen. Dus volgens mij kunnen we deze live wel afsluiten. Vanavond in het journaal zit een reportage met mijn collega Edwin van den Berg hier vanuit Valkenburg. En we zijn er ook nog verder natuurlijk op de radio zometeen in Nieuws & Co. besteden we op NPO Radio 1 aandacht aan Valkenburg, de demonstratie. En we zijn er natuurlijk ook de hele dag gewoon met de NOS online. De NOS-app, NOS.nl, hier op Facebook of YouTube. Ga het allemaal volgen, ga het allemaal zien. En ik wil je bedanken voor het kijken naar deze Facebook Live. Tot de volgende, doei!